is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe weekvlog. Jij kom eraan, lieverd. Wij zijn opgestaan, aangekleed. Niels liep de afgelopen dagen heerlijk uit. Dus ik had tegen half acht. Dus ik had tegen zijn gezegd, laat maar wellicht tot hij wakker wordt. Maar ja, toen was hij dus heel vroeg wakker. Yeah. We zijn een soort van matching, want ik heb een bandshirt aan en Niels ook. En allebei een donkergrijze broek en allebei is het bandshirt ook blauw. Niet geheel gepland, maar ik dacht ineens, oh, ik ben twins met mijn zoon. Maar dat maakt niet uit. We gaan zo even boodschappen doen. En vanmiddag komt een vriendinnetje en verder gaan we gewoon lekker rustig aan. Dus ik denk niet dat er heel veel spectaculairs gefilmd wordt, maar... Ik zal het even laten zien trouwens, zijn outfit. Nog een eindje, kijk even zijn shirt. En zijn broek. Volgens mij komt er weer een tandje door, dus hij zit op een washandje te knagen. Dus ja, ik neem jullie mee. Oh, zo ziet mijn outfit er trouwens uit. Stickers plakken, heel leuk. Maar ik heb nu ontdekt dat hij ze ook op zichzelf kan plakken. Op zijn hoofd. Oh, waar is hij nou? Hier. Op zijn buik. Mama's hand? Ja. Oh, dat is mooi. Stikken ook. Stikken ook opnieuw, dat is goed zo. Nou, hij zei net ook dat hij oorpijn heeft. Vond ik ook wel heel wat. Tenminste, hij deed auw of zoiets. En toen wees hij naar zijn oor een paar keer. Maar zijn hoektanden komen door. Ja. Nog steeds een hoop gezet. Wauw, we hebben allebei een sticker op onze hand. Mooi hoor. Ja, ik doe ook. Ja. Mooi hoor. Krijg ik er twee? Ja. Hoeveel zijn het er? Niels, hoeveel stickers heeft mama op haar hand? Deze. 1, 2. Ook. Niels ook, ja. En zo kun je dus weer lekker bezig zijn. Oh, nog eentje op je arm. We gaan zo lunchen en dan gaat hij naar bed en hij is echt heel moe. Hij heeft gewoon pijn. Ik was een beetje vroeg wakker vanmorgen, terwijl hij dus de afgelopen nacht echt heerlijk lang heeft geslapen. Een vriendinnetje met wie ik zo afspreek. Mijn beste vriendinnetje die is hoog zwanger. Die is over de uitgerekende datum heen. Wat ik overigens niet bij haar had verwacht. Maar de armen die? Ja, mag ik die ook op mijn hand? Ja. Dankjewel. En die app net dat ze, als ze vandaag of morgen niet bevalt, dat ze dan gaan strippen. Wel benieuwd hoe jullie ervaringen zijn. Het schijnt pijnlijk te zijn, maar bij mij, ik ben meerdere keren gestript. Ik geloof 3 keer in totaal, 2 of 3 keer. Bij mij deed het, ja, comfortabel was het niet, maar het deed echt zeker geen pijn. Dus ik ben heel benieuwd of wat voor jullie ervaring, of wat jullie ervaring daarmee is. Het is zo gek als je het ineens zeg maar, aan de andere kant meemaakt. Het was zeg maar, de eerste van mijn vriendinnetjes die zwanger was en ging bevallen en zo. En nu je het dan merkt zeg maar, bij andere vriendinnetjes. Heel grappig om te zien. Iedereen is sowieso heel anders zwanger natuurlijk. Maar gewoon ja, ook hoe iedereen het ervaart. En tot nu toe dus iedereen van mijn vriendinnetjes die zwanger is, die gaat over tijd. Dus ja, nou, daar kan ik over meepraten. Ik ben natuurlijk 10 dagen over tijd gegaan met deze kleine spruit. Zo leuk. Nou, we gaan maar even stickers plakken overal. Heb je hier een mooi sticker? Ja. Ja. Yes. 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 Ik ben echt overal bezig met externe harde schijven en foto's verplaatsen en van mijn mobiel. Een grote, hier zit nog één aan. Goed, we gaan lekker. Hij zit op de fiets.
naar een vriendinnetje toe. We zijn aan het zingen, hè, Niels. Wat zingen we dan altijd? Visje, visje in het water. Visje, visje in de kom. Visje, visje kan niet praten. Visje, visje. Oh ja, een duif. Zo gaat dat dus. Maar wij zijn op de wind. Wij zijn weer thuis. Ik heb bij het vriendinnetje niet gefilmd, maar het was heel gezellig. Ik heb een pakketje binnen van Boozy Shop. Ik ga het even openmaken en even laten zien. Er is een leuk boekje bij. Oh, het zit een heel mooi zakje. Het is zo'n palet wat je dan zelf kan vullen. Dat leek me ook super handig voor op vakantie. Kijk, dit is het palet. Het beetje stof op. Het Pro HD hashtag Pro Artist Professional London Refillable Palet. Even kijken hoor, of ik dit ooit open kan krijgen. Een worstelingstrijd. Of niet? Oh, dat is natuurlijk altijd zo irritant. Dat je meteen je nagels erop moet breken. Kijk, dit is het palet. Met ook een spiegeltje erin. Dan kan je hier dus alles in doen. En heb ik verschillende dingen. Ik heb een aantal oogschaduws. Het is heel erg overbelicht om een of andere reden. Ik zit ook een beetje op zo'n net niet hoogte. Zo, dat is beter, hè? Ik ga ze gewoon allemaal even in doen. Deze, dit is dus allemaal van Makeup Revolution. Dat je deze een beetje kunt zien. Dit is de Pro Artist Eyeshadow Shimmer in nummertje 2. Kijk, en die kan je er gewoon al zo... Oh, bubbeltjes papier, het is echt heel overbelicht. Ik laat het zo wel beter zien, maar ik ga ze er even allemaal in doen. Ondertussen vertel ik wel welke het zijn. Het leek me super handig op vakantie. Dat je gewoon eigenlijk één palet hebt met alles erin. En zelf kennen heb ik dan nog wel een paar losse dingen mee. Maar dan heb je in ieder geval het gros heb je gewoon in één. Dit is de Pro Artist Eyeshadow Shimmer in nummertje 09. Het stelt niet scherp. Ik weet niet waarom. Eyeshadow Color 06. Nee, de donkerbruine kleur. Nou, ik ga ze straks beter laten zien. Ik doe ze gewoon even allemaal in, ondertussen roep ik het wel. En dan heb ik ook nog een matte oogschaduw. Ik kom ook echt van zeg maar hier naar helemaal hier. Maar ik zit op mijn knie en dat kan ik niet zo goed. Dit is een matte taupe kleur. Nummertje 08, de matte. Maar ik laat het straks beter zien. Maar dan heb ik het in ieder geval genoemd. Want... en dan heb ik... Ik begin wel even met alle. Dan heb ik nog een shimmer oogschaduw, zeg maar eentje als highlighter kleurtje. Voor in mijn binnenste ooghoek en zo. Dat is volgens mij 01. Shimmer 01. Ja, shimmer 01. En dan heb ik dus twee contourkleuren. Ik geloof 02 en 04 uit mijn hoofd. Dit is 04. Oh, die had ik al donkerder verwacht. Dat is jammer. Ik dacht ik doe 02 een wat lichtere en een wat donkerder. Want dat ik natuurlijk ook op vakantie ga gebruiken. Dus... En dit is 02. Met... Oh, die is gewoon iets roze. Nou. Als jullie het leuk vinden trouwens, dan kan ik natuurlijk gewoon een review van doen. Ik mis nog iets. Oh nee, kijk naar mijn neus. Dan heb ik nog een highlighter voor op het gezicht. De highlighter nummertje 01. Wel heel mooi uit ook. Niet te zien, hè? We blijven het herhalen. En dan heb ik twee blusjes, een warme en een koele. Oh, het past precies. Daar ben ik wel heel blij om. Het past helemaal goed. Niels wordt een beetje onrustig. Ik heb één matte crease kleur en dan heb ik een aantal shimmer kleurtjes, een highlighter, twee contourkleuren, twee blusjes en een highlighter. Nou, ik ben echt super benieuwd. Dus ik ga ze testen. Ik ga nu naar Niels toe, want die is er redelijk klaar mee, geloof ik. Ik heb net even wat foto's gemaakt voor kleding, want dat zet ik op United Wardrobe.
Als je daar benieuwd naar bent, dan kan je dat zien op mijn account. Ik weet het even niet uit mijn hoofd. Karin Wenekes of Blonde Beauty Fashion, zal ik even checken. Dus als je leuke kleding vindt, als ik eraan denk, zal ik zo nog even laten zien ook. Maar dan kan je, ik zit even te kijken waar mijn account is. Maar als je het leuk vindt, dan kan je dat dus kopen. Even kijken. Ja, het is gewoon Karin. En daar zie je dan de items. En wij gaan nu eten. Zoete aardappels van Lisa Goes Vegan. Geen idee of het lekker is, maar we gaan ervoor. Volgens mij zei ik niet eens wat het was, maar het is gewoon gepofte zoete aardappel. Met van alles erin. Lekker, Niels? Geconcentreerd bezig. Zo, ik heb net nog even een opgemaakt video opgenomen. En Niels ligt lekker op bed. Ik ga de laatste dingen opruimen en dan chillen. En ik ga mijn make-up eraf halen. Goedemorgen, het is zaterdag. En ik heb me dus nu opgemaakt met die... Ik zal even bij het daglicht voor zover het regent. Dus ik wil het zien. Maar ik heb me dus nu opgemaakt met dat paletje wat ik gisteren liet zien. En dit zijn de ogen. Ik heb zeg maar dan nu eventjes zeg maar de wat zwaardere kleur om te kijken of ik er een goede look ook voor 's avonds en zo mee kan maken. Want overdag zal ik waarschijnlijk niet zoveel make-up dragen. Maar dit lijkt trouwens nu vlekkeriger dan het is. Dus het ziet er echt wel heel mooi uit. Dus ik ben eigenlijk wel blij mee. Dus ik denk dat deze mee gaat op vakantie. Dat scheelt een hele hoop potjes en pannen. Nou ja, verder. Ja, dus ik heb zeg maar oogschaduw op, highlighter, blush, bronzer. Ja, ik heb natuurlijk de rest ook op. Maar ja, ik ben er wel blij mee. Ik zal even mijn outfit laten zien. Super simpel, maar grijs shirtje met iets in het koper erop. Maar we konden er niet helemaal achter komen wat er nou staat. Maar ik heb hem al heel lang. Hij volgens mij ooit van de Hennis. En een broek van Stradivarius. Gewoon donkere jeans. En ik ga weer eens hakken aan doen. Ik heb eigenlijk naar mijn werk bijna altijd hakken aan. Alleen van de bekkenbodemfysio mag ik eigenlijk sinds de bevalling geen hakken meer aan. Dus ik doe het eigenlijk alleen maar naar mijn werk. En dan zo in het weekend zo meer mogelijk. Maar ik vind het ook stom. Omdat ik dan thuis altijd maar op gimpen loop. Zoals ik bedoel. Dus ik ga nu weer een keertje op hakken. We gaan even naar de intratuin. Want we dachten, nou het is ook leuk. Niels visjes en zo. Dat soort omgaan konijnen. Maar Niels heeft het onderdeel gemaakt van zijn keukentje. Maar de krabpaal is stuk. En ik heb de theorie. Sven deelt hem nog niet helemaal. Maar ik heb de theorie dat sinds die kapot is. Dat mittens vaker aan de meubels en zo krabt. En wij hebben natuurlijk. Mits kan hier niet naar buiten. Dus ze moet zeg maar haar nagels hier zeg maar bot maken. Anders moeten ze ook weer gaan knippen. Nou, dat is allemaal een succes bij haar. Dus nou, ik heb precies daar maar weer gewoon een nieuwe krabpaal doen. En dan hoop ik dat het weer beter gaat. Dus ik neem jullie mee. Uiteraard staan we bij de konijnen. Hij komt dus even naar een krabpaal voor mittens kijken. Ze hebben niet heel veel. Ik dacht dat die groter zou zijn. Dat lijkt niet het geval. Heel veel fancy kattenhuis. Ik vind deze wel leuk, alleen het is een beetje duur. Ik wil eigenlijk gewoon zeg maar zoiets. Maar dan iets, nou ja, zoiets. Ik vind deze nog steeds wel vrij klein, maar het is natuurlijk best wel groot. Choices. Heel veel hebben ze ook niet. Heel weinig keuze. Gezellige bomen, maar daar kan ze niet aan krabben. Ooit wil ik palmbomen. Afpalmbomen. Kom maar, Niels. Even de fiets. Ik zag Niels op de fiets en ik hoorde hem gaan. Oh, een pauze. We zijn alweer een tijdje thuis. We hebben eventjes, moesten even naar de Oudheim. Maar Sven is nu even met Niels naar de Ecoplaza. Even mijn haar goed doen.
Gewoon omdat we dachten, het was handig als we met z'n tweeën gaan, dat ik dan even het huis opruim. Dus dat ben ik nu aan het doen. Af en toe is het zo'n zwijnenstal. Terwijl ik echt heel erg aan het opruimen ben. Maar het is gewoon met een kleine niet te doen. En dan ook nog werken, zeg maar. Maar dus wij zijn even naar de Ecoplaza met de fiets. Ik moet ook zeggen dat ik me niet helemaal lekker voel. Dus ik had ook zoiets op, ga jullie maar eventjes met z'n tweeën. Dan ga ik even rustig opruimen in stilte. En nou ja, hij heeft ook veel te weinig geslapen. Want de buren, het is echt een soort gave, die mensen. Oh, dit gaat ook niet helemaal goed. Die gaan altijd boren op het moment dat Niels... Zo, op het moment dat Niels gaat slapen. En dat is echt heel vervelend. Dit is niet de eerste keer. En zij doen het natuurlijk helemaal... Ze doen dat natuurlijk helemaal niet expres. Maar het is echt... Ze boren nooit. Tenzij Niels zijn middagslaapje doet. Of net 's avonds in bed ligt. Het is echt super irritant. En echt, hij werd dus wakker van een geboor. En begint te huilen. En ik krijg hem niet meer in slaap. En het boren stopt. Nou, en ze zien geen geluid meer gehoord. Terwijl ze hele middag slaapje. Op een gegeven moment werd het heel hard. En het galmt hier dan heel erg. Dat trilt om de muren. Ik weet het ook niet. Nou, en de baling van het huis is te weinig geslapen. En hij was al niet helemaal lekker. Hij zat gisteren al de hele tijd over oorpijn. Dus nou, ik weet het ook niet. Maar goed. Het huis is bijna aan kant. Dus ze zullen zo ook alweer terugkomen. Maar dan is in ieder geval weer de basis is weer klaar. Wij gaan eten. Burger met alles en rot eroverheen. Sla. En frietjes. Lekker hè, Niels? Ja. Niels heeft andere groenten, want ik durf hem geen slabladen te geven. Volgens mij is dat een van de weinige dingen waarvan ze het afraden. Of je moet het echt heel klein snijden. Maar dus hij zijn nog een mix van ertjes en paprika en mais. Ik weet het al niet te eten. Dus ja, we gaan lekker eten. Ik heb inmiddels mijn chill shirt aan. Niet mijn make-up eraf, maar dat ga ik zo wel lekker doen. Boodschappen zijn bezorgd. Huis aan kant. Het weekend kan beginnen, hè Sven? Zaterdagavond. Koffiezetapparaat. Dan maken we koffie. Nee, dat is... Ja. Zo, maak koffie. Oh. Lekker hoor. Niels kan heel goed koffie maken. Koekje erbij. Ja. Knapje? Nee. Oh, goed zo. Mama. Niels vindt bouwen tegenwoordig helemaal fantastisch met de Duplo. We moeten alleen wat meer stenen. Nee. Ja, koffie, lekker. Trouwens, nog een tipje. Wat ik vaak doe om te zorgen dat hij voldoende melk binnenkrijgt. Of eigenlijk calcium in general. Hij ontbijt 's ochtends met yoghurt met muesli. En dan doe ik 's avonds maak ik vaak een milkshake. Als in, ik doe gewoon melk of yoghurt met fruit mengen. Dus ik heb bijvoorbeeld nu gewoon 2 aardbeien en een beetje melk. En verder natuurlijk niks van suiker of zo. Maar, en dat drinkt hij dan met een rietje. En ondertussen lezen we iets voor of zijn we iets aan het spelen. Of, hè. Maar zo vind ik het makkelijk om... Hij eet in principe alles en drinkt alles. Alleen de hoeveelheid, dat is dan natuurlijk nog bij melk en zo... Vind ik het, kan ik het zo een beetje in de gaten houden. Dus tipje. Overbelicht. Goedemorgen, het is zondag. Ik ben net gedoucht. Mijn haar wil niet zitten. En ongemaakt. En Sven is even met Niels naar buiten. Maar die zijn volgens mij bijna terug. En we moeten even kijken, want het is nu 11:30 of zo, denk ik. Aan het eind van de dag, of eigenlijk vanavond, gaan Sven en ik Beat the Wall doen. Dat is de grootste stormbaan die op de wall bij Leidse Rijn is nu. En vandaag is de laatste dag. En nou,
Ik wilde sowieso kaartjes, maar, en Sven ook, maar hij wist niet zo goed wanneer. Dus dat duurde allemaal eventjes. En toen waren er geen kaartjes meer. Maar nu hebben we toch nog kaartjes weten te wachten via Ticketswap. Maar dus alleen maar voor vanavond. Maar toen dacht ik, nou prima, maakt niet uit. Dus mijn moeder komt aan het eind van de middag eventjes. Of mijn vader, nee, mijn moeder. En dan gaan wij eventjes de stormbaan trotseren. Ik moet even kijken of er kluisjes en zo zijn. Ik denk, anders neem ik natuurlijk mijn camera niet mee. Want het wordt allemaal nat en zo. Maar goed, dat voor vanmiddag. En verder denk ik dat we acties gaan doen met Niels. Ik weet nog niet wat. En ik ga nu eventjes wat aantrekken. Want ik zit nog in mijn badjas. Dit is mijn outfit. Ja, kom maar aan. Een shirtje van... Ik weet het eigenlijk niet meer. Mijn moeder heeft hem ook. Maar ik weet niet meer waarvan die is. Denk Rennes. Broek van Stradivarius met gaatjes. En mijn Primark schoenen. Dus... Let's go. Kort opgehaald. Wat zeg je? Niels is lekker aan het spelen. En wij zitten hier. Op een bankje. Ze vertelt net dat Niels bijna van zijn fiets viel vanmorgen. Ja, maar hij bleef erop zitten. Op een wonderbare manier. Hij klapte bijna voorover. Ja. Een soort Spider-Man skills. Dat is natuurlijk al lang, hè? Dat Spider-Man skills al. We zitten lekker in de... Spider-Man skills. We zitten in Rotsoort. We gaan even wat drinken halen, zo. Nou, wij zijn klaar voor de stormbaan. Ik heb gewoon mijn... dat zag je niet, hè? Gewoon mijn Zumba-outfit aan. Maar die schoenen gaan straks uit. En droge kleren mee. Blijkbaar wordt het nat of zo, ik weet het niet. Ik begrijp net dat Sven niet romantisch samen wil doen, maar dat hij wil gaan racen. Dus ik wil daar gewoon nog even over hebben. Ik dacht gewoon gezellig, met z'n tweeën stormbaan over, maar we moeten nog even naar kijken. Mama is even naar buiten met Niels. Het is, ik neem jullie niet mee, want ik weet niet of er kluisjes zijn of iets waar ik dit in kan leggen. En ik wil het niet kwijtraken en ik kan het ook niet meenemen, want nou, het kan dus nat worden blijkbaar. Want we moesten iets handdoek en droge kleren mee. Dus ik zie jullie zo. Zo, wij zijn weer thuis. Zo zie ik, ben rood als een tomaat, terwijl het inmiddels al meer dan een uur geleden is dat we in actie waren. Het was fantastisch, hè Sven? Ja, het was echt cool. Ik heb wel een soort van brandblaar, Sven ook. Maar het was echt fantastisch. Ik ging ja, gewoon, het is als een stormbaan van 360 of 380 meter. En dan gewoon over dingen heen, onder dingen door. Rennen, springen, vliegen. En we stonden bij de inrichtingsstation in de rij en dan word je naar binnen gelaten. En we stonden daar en die jongen zei van, is het de eerste keer? En ze zei, ja. Ze zei, ja, het gaat je, wat zei nou, het gaat je hem nog tegenvallen of zo? Want ja, ook zeg maar, ik bedoel, wij zijn allebei niet heel onsportief. Maar het zijn niet echt de bewegingen, waarom ben ik nou niet scherp? Het zijn niet echt bewegingen die je dagelijks maakt, om het zo maar te zeggen. En het is best wel lang. Dus je begint heel enthousiast. En denk je, yes. Maar halverwege denk je al, oké, wow, we moeten nog de helft. Maar het was echt heel leuk. We kwamen tot een conclusie dat Sven vond het het leukst, zeg maar, dat je als je heel veel dingen achter elkaar kon doen. Dus Sven stortte zich ook overal letterlijk in. Dus die ging echt zo, nou ja, ik ging dan een soort van tussen de paaltjes doorrennen. En Sven ging echt zo head first overal in. Voor het extra effect. Waardoor ik af en toe ook ergens heen vloog. Omdat hij met zijn vol gewicht op het kussen ging. Ja, zo is een ninja. En ik vond het wel leuk om die dingen te klimmen, zeg maar. Had je een touw van die box of zo. En wat we allebei ook leuk vonden, is je had een soort van die kussens. En dan moest je op die kussens springen en dan steeds een kussen verder. En dan zeg maar aan het einde van de kussens was dan een muurtje waar je op moest springen. Nou, Sven lukte dat, mij lukte dat natuurlijk niet, maar dat was denk ik ook. Ik had denk ik achteraf gezien dat ik gewoon moet rennen van kussen naar kussen. Maar ik sprong zeg maar steeds op een kussen en dan maakte ik weer een nieuwe sprong. Maar ik denk als je in één vaart door, dan had ik het wel gered denk ik. Maar dat had ik natuurlijk niet gedaan. Maar ja, nee, het was hilarisch. Was leuk om te doen. We hebben ook wat mensen ingehaald. Dus we waren wel, nou ja, we deden niet echt ons best om de snelste te zijn, maar we deden het toch leuk, vond ik. En daar gaan we weer.
Sven heeft dit nog gemaakt. Dit zijn hartige muffins van Jesse van der Velde. En daar zit dus geen lactose of niks in. Het is met zongedroogde tomaatjes. Wat zit er ook weer allemaal in? Van alles, hoor ik hier. Maar ik ben heel benieuwd. Ze zijn alleen niet gerezen, maar ze voelen verder wel goed. Dus ik ben benieuwd. Het gaat natuurlijk om de smaak. Nou, nu gaan we Game of Thrones kijken. Ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. Ik wil jullie in ieder geval weer ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag volgende week weer. Of woensdag bij de extra video. Doeg!